die komt voor een portretfoto en je vraagt je af welke kleuren zou ik nou eens gaan combineren? Met de visagie of de kleding? In dit filmpje ga ik jullie daar meer over vertellen. De hoofdcategorieën kunnen onderverdelen in 4 kleurtypes. Namelijk de warme kleuren, zoals herfst en de lente. En de koele kleuren, zoals zomer en winter. Heb jij een lichte huid met een perzikachtige tint? In combinatie met blond of rossig haar, met lichtgroene of lichtblauwe ogen? Dan ben jij een lentetype. Dit zijn de kleuren van een lentetype. Dit zijn vrij warme kleuren. Maar heb jij lichtblond haar met lichtgroene of grijsgroene of grijsblauwe ogen, dan ben jij een zomertype. Dit zijn meer de poederkleuren. Dit zijn de kleuren van een zomertype die jou het mooiste zouden staan. De koele kleuren. Heb jij een licht huid met sproetjes, met groene of bruine ogen, met donkerblond, kastanjebruin of donkerbruin haar? Dan ben jij een herfsttype. Dit zijn de kleuren van een herfsttype. Dit zijn vrij warme kleuren. Van okergeel tot mosgroen of meer naar het bronzen toe. Maar heb je net zoals ik wat donkerder haar, van bruin, donkerbruin naar zwart, en een bleke huid of juist een licht tintje in je huid, dan ben jij een wintertype. Deze kleuren staan de wintertypes het beste. Dit zijn vrij harde kleuren. Van deze blauw tot een fel rood. Deze koele kleuren zullen jou het beste staan. Ik hoop dat je nu voldoende weet over de kleuren en ik wens je heel veel succes met de fotoshoot.